In mijn vorige vlog, waarin het interview met Alders zat, kondigde ik al aan dat ik nu zou hebben over een blog die ik was tegengekomen, waarin hele interessante dingen staan over hoe de verschillende instanties met elkaar samenwerken. Nou ja, samenwerken die over de aardbevingen, schades, versterkingen gaan. Dat blog dat wordt bijgehouden, of dat is van een zekere Driekus Vierkant. Hij heeft ook een Twitter-account. Het is een beetje een schimmig verhaal, die Driekus Vierkant, want het is misschien 1 persoon of 19, er is ook sprake van. En op de een of andere manier is hij of zijn ze behoorlijk op de hoogte van wat er allemaal gebeurt bij alle instanties. En wat zij schrijven over de totstandkoming of de niet totstandkoming van het schadeprotocol, dat is wel een beetje onthutsend, want dan blijkt dat iedereen eigenlijk voor zijn eigen hachje aan het vechten is en dat het niet zozeer gaat om de belangen van de aardbevingsslachtoffers als meer van de belangen van de verschillende instanties zelf. Ik weet niet of het allemaal 100% waar is, maar er doet toch een bepaald beeld uit op. Dus ik raad aan te kijken op Driekus Vierkant. Vierkant en dan schadeprotocol en dan kom je vanzelf op het blog terecht. Wat ook interessant is, is Driekus Vierkant en dan gas erop. Ik schrijf de verschillende webadressen wel hieronder als ondertiteling, dan kan iedereen het nog even zelf bekijken. Minus Valdo.